Deze beschouwing die gaat in deze dagen van de coronacrisis over leuke dingen. Ik heb niet veel last van die crisis. Ik zal het me eerlijk zeggen. Niet gelijk boos worden. Jij hebt altijd nooit ergens last van. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb er geen last van. Mijn werk gaat gewoon door. En op mijn werk gaat het met die corona-ellende. Ja, we hebben wel wat dingetjes gehad. En daar moest het team en de instantie zich een beetje op aanpassen. En nu gaat het dan. Als de bus morgen maar rijdt. Maar ja, dat is iedere dag een probleem. Voor iedereen. En misschien morgen voor mij ook. En dat zien we dan wel weer. En er komt wel een oplossing. Ik zit in een vitaal beroep. Dus. Nou, mijn inkomen is dus steady. Rock steady. Niet veel, maar steady. Dus ik beur 1200 ongeveer netto in de maand. En er gaan er wat vanaf. Belastingdiensten, dingen, achterstand. Niet met betalen of zo, maar met de administratie. Administratieve boetes. Ja, uit mijn eigen stomme schuld. Ik kan alleen maar zeggen, die periode waarin die boetes zijn ontstaan, was ik zo blij als een pasgeboren baby. Met, wat was het? Wat dronk ik al niet per dag? Dat is echt schrikkelijk veel. 6,5 liter zwaar bier. Dat is veel hoor. En wiet en tabak. En ik was zo blij als wat, man. Jeetje, wat is dat Netflix stom, zeg. Ik hunker er helemaal niet meer naar. Hè? We hebben het over leuke dingen doen. Hè? Nou, Netflix kijken, AUB niet. Dat is helemaal niet leuk. Er is echt niks aan. Tenzij je, ja, zoals ik toen. Krijg toch allemaal de kleren, val toch allemaal helemaal dood. Dat is Danny de Munk. Met Siske de Rat. Ja, dan is Netflix wel te doen. Maar voor de rest is Netflix helemaal niet leuk. Het is ontzettend politiek geëngageerd. Ja, kijk, met al die eeuwen van de slavernijen, dat waren de blanke jongen. Omdat die blanken, die vinden zichzelf overal beter in en zo. En die zijn heel overheersend, die zijn supremacisten. En ja, daar moet toch wel een keer wat van gezegd worden. En we moeten een keer opkomen met z'n allen voor de mensen die niet blank zijn. En die mag je dan niet een naam geven, want dat is racistisch. Maar we noemen ze gewoon de niet-blanken. En dan de niet-blanken, dat zijn dus wel goede mensen, joh. Oh, oh, oh. Ja, die zijn eigenlijk een stuk slimmer, hè, dan de blanken. Ja, blanken zijn helemaal niet zo, nee hoor. Dat zeggen ze wel, hè, die blanken, maar die zijn niet zo slim. Kijk maar naar Netflix. En hetzelfde geldt ook voor mannen. Van ja, kijk, mannen, hè, ja, ze zijn wel heel erg alfa en zo, hè. En altijd van die, oh, en zitten ze helemaal vast in denkpatroontjes. En ja, vrouwen daarentegen, die zijn veel creatiever, hoor. Die zijn veel beter bestand tegen de maatschappij. En die mannen, ja, die raken aan de drank en aan de drugs. En oh, en dan krijgen ze nog kanker ook. Ja, er is eigenlijk één leuke, die is echt wel leuk, van Netflix. Leuke dingen gaat het over. Hè? Dat is Sons of Anarchy. Dan zou je zeggen, ja, maar wat is daar dan leuk aan? Het gaat over een motorclub en die handelen in wapens en in drugs en ze doen alles wat God verboden heeft. Nou, wat er leuk aan is, is er wordt ontzettend goed ingespeeld. En het is verschrikkelijk goed geregisseerd. De locaties zijn ongelooflijk leuk gekozen.
Ja, heel geloofwaardig. En het script is leuk. Dus het is lekker afwisselend en het klopt. Dus ja, klopt het nou wel? Maar hij was toch... Oh ja, maar dat klopt dan, want hij was van die ene keer... en dat was van 3 afleveringen geleden. Maar het klopt ook allemaal. En het allerleukste is dat je kan zien... dat die mensen daar met heel veel plezier bezig zijn. Die vrouw die speelt erin, die in Married with Children speelde. Die ook eigenlijk best wel leuke tv-serie uit de jaren 90. Dit is nu ook weer een dinges, weet je nou. Bundy natuurlijk. En uit de L Bundy, dat was die schoenverkoper. En dan zijn vrouw. Heette die nog Kelly? Zo. En die heeft nou dan een hoofdrol in Sons of Anarchy. En dat speelt ze ontzettend leuk. Oude veel seks en al dat soort dingen. Maar goed, een beetje blote borsten. Voor de rest is het heel leuk om te kijken. Tijd vergooien. Dat is het. Dat blijft het. Daar kan je niks aan doen. Je leert er niet veel van. Behalve dat je kijkt naar acteurs die het ontzettend naar hun zin hebben. En dat je zelf denkt van, goh, ik zou daar ook wel willen acteren. Dat is leuk zeg. Lekker een beetje op zo'n brommer zitten. Een beetje vroom, vroom, vroom. Altijd lekker weer. Hele leuke dingen. En dan heb ik dus weer een nieuw ding. Hè, van leuke dingen doen. En dat is voor iedereen hoor. Dat is echt niet alleen voor mij. Het gaat om het volgende. Ik heb zo'n heel grappig flatje. En dus geen tuin. En ik heb 2 balkons. Maar die ene is op het oosten. En die andere is op het westen. En die zijn niet groot. Dus wat moet ik nou? Qua groen. Hè? Nou heb ik in mijn woonkamer heb ik 2 planten. Die zijn dan uitverkoren door mij. En die hebben het enorm naar hun zin. Maar er zijn kamerplanten. Die kunnen eigenlijk overal tegen. Ik heb zo'n plant, dat is een oma plant. Zo heet die dan in de volksmond. Want je oma die had hem toch altijd. En het heet officieel leliegras. Een heel simpel ding. En ongelooflijk sterk. En die heeft nou zo'n megapot van mij gekregen. En die zit er een partijtje in te groeien, joh. Dus ik heb er al een pot naast staan met stekkies. En die zijn ook al zo hard aan het groeien. En die pot met die stekkies, die gaat naar mijn dochter. Want die vindt ook dat ze van planten houdt. Of ze dat nou echt veel mee doet, maar... Ah, ze is 20. En dan heb ik ook nog een vetplant. En dat is een stekje van de plant die mijn moeder heeft. En die plant die heeft ze al... sinds ik mij bewust ben van die plant. Ik weet niet anders of mijn moeder had die plant. En altijd tegen iedereen zeggen... Ja, en hij is zo makkelijk te stekken. En dat is hij ook. Je laat zomaar een takje vallen. En dan doe je het takje in een glaasje water. Zet je in de vensterbank. Ja hoor, komen de worteltjes aan. Zet je hem in de grond, heb je weer een plant. Dat ding is ook oersterk. Dat is een Crassula ovata. Dat is een vetplant. En als die groot is, dan kan ik hem verkopen voor... €60 of zo. Als je hem nieuw wil kopen, een grote Crassula... Hoe heet dat ding nou? Het is leuk, hè, planten. Het is gewoon leuk. Het gaat helemaal nergens over, man. Want een beetje happy zijn. Kan toch iedereen? Crassula ovata. Het best decoratief. Het doet natuurlijk verder helemaal niks. Zo'n leliegras ook niet. Je kan leliegras wel eten, by the way. Maar het smaakt nergens naar. Dus waarom zou je het? Of mensen zeggen, hoe is het giftig? Nee, ze zijn helemaal niet giftig. Maar het smaakt nergens naar. Nou, was mijn dochter hier. Die is nou eens in de 2 weken hier. En die huttepetut. Altijd zo druk, hè? Ja, en kunnen we dan vandaag extra vroeg eten? En dan denk ik, leven we nou nog steeds in 2010, 2011, zo vlak na die scheiding, was dat ook iedere keer.
En ja, hoe dat nou komt. Ik weet dat in die tijd van die scheiding, dat gaat over leuke dingen hoor, maar wel in die tijd van die scheiding zat ik bij een vriendin in Westervoort. Een kennis. En die was helemaal hot op de botel, want de broer was dood. En allemaal toestanden in de familie. Vet. En als ik zeg vet, dan bedoel ik vet. Tot en met, nou ja, noem het vet. Anyway, ik zat bij haar en stevig aan de drank. En een beetje troosten, zullen we zeggen. Voor de rest niks geks, hè? Gewoon op de bank zitten en kletsen. Er waren 3 kinderen en die zaten boven op de kamers. En toen vroeg ze aan mij van, heb je zin om te blijven slapen? En nu had ik daar de nacht ervoor al geslapen. En hier in de woning waren de ratjes van mijn kind. Op haar kamer. En ik zei tegen haar, ja, ik zal wel willen, maar ik moet even naar die ratjes toe om te kijken of ze nog alles hebben. Water vooral. En toen zei ze, nou, dan bel je je dochter er even. Het zijn haar ratjes. Waarop ik dacht, van ja, daar heeft ze wel gelijk in. Dus ik bel mijn dochter op. Op de vaste nummer bij de moeder. En die zegt, ik wil dat even doen hoor. Maar mama is weg op mijn fiets. Tja. Kun je je voorstellen? Die moeder, die was er altijd rabiaat op tegen als dat kind iets kreeg. Bijvoorbeeld ook een fiets. Maar door die scheiding had ze daar geen invloed meer op en kreeg de lieve kind voor het eerst van de leven een fatsoenlijke, stevige, mooie fiets van papa uit de erfenis die hij had gekregen van haar opa. Dat was best een fiets van 700, 800 euro of zo. Echt een goede, stevige, toffe, keigoede fiets. En daar was mama lekker op gaan fietsen. Ja. Want mijn dochter heeft een mooie fiets. Nou, die kan mama wel gebruiken. Want zo is het in die wereld van dat soort moeders. Je hebt mama. En dan heb je degene die zorgen voor mama. En dan heb je degene die echt altijd moeten zorgen voor mama. En zo is mama omringd met iedereen die voor haar zorgt. En zorgen voor mama mag je op allerlei manieren doen. Bijvoorbeeld door je fiets uit te lenen. Als er maar gezorgd wordt voor mama. Want mama kan niet voor zichzelf zorgen. Want die kan dan niet voor een eigen fiets zorgen. En dat kan ze daadwerkelijk niet. Want daarvoor moet je namelijk in je agenda schrijven dat je naar de fietsenmaker moet. En dan moet je het niet vergeten. En daar zit een probleem. Anyway. Ik zeg tegen mijn dochter. Het was toen 8 uur of zo. En het was een beetje aan het schemeren. En daarom wilde ze ook niet gaan lopen. En zei ze, maar op de fiets doe ik het wel. Maar ik heb geen fiets. Ik zei, oké. En hoe laat komt mama dan terug? Nou, zei ze. We zouden om 8 uur gaan eten. Dat had die moeder gezegd. Dus ik sprak haar om 7 uur 's avonds. Hey, we zouden om 8 uur gaan eten. Dus dan zal ze er wel zijn. Maar ze is nu weg op mijn fiets. Nou, toen dacht ik, wauw, dan kan het nog steeds. Hè? Dan, als we om 8 uur gaan eten, dan is die moeder dus om 7:30 thuis, neem ik aan, om in een half uurtje tijd iets in elkaar te flansen. Iets wat ze wel gewend was om te doen, als ze geen zin had om te koken. Krijg je pizza's uit de supermarkt of zo. Maar dan nog, die dingen moeten in de oven. En dan heeft mijn dochter prima de tijd om even heen en weer te fietsen. Hè? En is op tijd voor het eten weer terug. En dan bel ik haar uiteindelijk nog een keer. Dan was het al 7:45. En toen zei ze, ja, mama is er nog steeds niet. Nee, volgens mij had die moeder gezegd dat ze om 6 uur zouden gaan eten. Ja, dat was het. Ze zouden om 6 uur gaan eten. Ja, dat was echt te gek voor woorden. Ze zouden om 6 uur gaan eten. Ik belde mijn kind om 7 uur. En om 7:45 was die moeder er nog steeds niet. En toen zei mijn kind, het is nu al 7:45 en het wordt me ook te donker en ik wil niet meer naar buiten. Zo ging het. En toen zei ik tegen die kennis van mij, nou, er wordt helemaal niks niet. Dan weet ik niks anders, dan ga je met mij mee. Hè? Kunnen we nog steeds de hele avond kletsen, maar dan ga ik even naar huis en dan kan ik die ratjes verzorgen. Ja, of we nou hier slapen of bij jou, dat maakt niet uit. En die kinderen, die oudste, die was 19, dus die kunnen heus wel zonder. Als ze hebben dat gedaan. En dan vroeg ik dus later aan mijn kind van, goh, hoe is dat afgelopen?
Nou, zei ze, mama kwam uiteindelijk om 8:45, 9:00 thuis met 2 pizza's van de supermarkt. En toen heb ik tegen mama gezegd van, dat ik al gegeten had. En toen kreeg ze een enorme migraineaanval. En dat vond ik zo zielig voor haar, dat ik verder maar niks gezegd heb over het feit dat ze bijna 3 uur te laat was met het op de tafel zetten van het eten. Want die migraineaanval was al erg genoeg qua straf. Wat je meemaakt, heel gescheiden vader, dat soort verhalen. Wie kweekt die moeders eigenlijk? Een soort rotput. En dan vroeg ik aan mijn dochter, is dat wel eens vaker voorgekomen? Oh, ja, zei ze. Ja, de afgelopen tijd heb ik dit al 3 keer meegemaakt. En als ze dan bij mij was, zei ze, ja, wil op tijd eten, wil op tijd eten. Ik denk, ja, dan komt van die moeder natuurlijk. Terwijl ik helemaal niet zo ben. Kom je erbij? Maar dan is ze dan bij mij en dan weer, hè? Ja, want morgenochtend, heel belangrijk. En dan moet ik op tijd, ik op tijd thuis zijn en slapen en zo. En op tijd eten, hoor. Tje, denk ik, drukte maken. Ja, toch? Dat is toch terecht dat ik dat denk, of niet? Je kan zeggen, ja, het is maar een klein dingetje. Nee, dat is niet zo. Want ze ziet mij maar eens in de 2 weken. En dat is op zich dan nog veel voor een kind van 20. Maar aan de andere kant, ik heb er ook niet veel gezien in de afgelopen 10 jaar. Hè, voor een vader. En de meeste tijd zat ze bij de moeder. Er was een afgesproken bij de scheidingsadvocaat van, dat een derde van de tijd zou het kind bij mij zijn. Nou, dat werd geopend, praktisch gesproken, met 29% om te beginnen. Want dat is ook een beetje een derde, toch, of niet? En 29% werd 28%, werd alsmaar minder. Tot op het einde dat ze, ja, er kwam ze eigenlijk niet meer. Als ze de kans had om bij de moeder te zijn, was ze bij de moeder. Druk, 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 druk. En toen dacht ik van, nou, ik moet er eigenlijk tot rust krijgen. En ze komt tot rust in deze woning. Dat weet ik. Dat weet ik nog uit de tijd van de scheiding, dat als ze het weekend bij de moeder was geweest en ze kwam dan op maandag en op dinsdag bij mij om te eten en dan maandag ook om te slapen, maar dan dinsdag na het eten weer hop naar die moeder. Had die moeder zo verzonnen. Om een kind elke dinsdag na het eten over straat te laten fietsen, want dat vindt mama zo handig. Nou, verschrikkelijk. Maar als ze dan bij mij kwam, was het druk, joh. En als ze dan dinsdag de deur uitging, dan aan de ene kant, ja, vind je dat rot. En aan de andere kant ging ik op een bepaald moment denken van, hé, even cool down hier, hè. Wat een stoute konijn. En we harde stem praten. Hot naar her. Ja, je kent het wel. Druk. En als ze dan het weekend bij mij was, dan kwam ze ook zo druk binnen en dan was het, we gaan het allemaal doen. Dan zei ik, nou, we gaan doen dit moet en dat moet ook. Want dat moet hoog nodig en voor de rest weet ik het niet. Waar heb je zin in? En waar zij in de regel zin in had, was helemaal niks doen. Ik zei, nou, is goed joh, gaan we helemaal niks doen. Ja, toch? Ik hoef niet per se wat hoor. Ja, dan was ze op zondag. Zei ik ook tegen haar van, nou, morgenochtend niet om 6:00 morgens ontbijt. Hé? Nou, dat vond ze dan ook goed. Ze zei, kom wel een keer op je kamer kijken. En dan mag je zeggen wat je wil eten. En als je vindt dat het te lang duurt, dan kom je maar naar mij toe. En dan zeg je maar, pop, ik wil ontbijt. En wat wil je ontbijten? Zeg het maar. Maakt er niet uit. Het kind is bij jou. Barbecue worstjes. Poached eggs. Heet het ook weer? Of scrambled eggs. Dus zeg maar. Muesli. Pap. Wat je maar wil.
En dan met de lunch precies hetzelfde. En douchen, dat hoeft dus voor mij ook niet. Waarom? Je hebt de hele zondag vrij en dan moet je douchen. Waarom? Het waterleidingbedrijf heeft klanten te weinig? Dan douche je gewoon niet. Of je doucht vlak voordat we gaan eten, vind ik ook best. Maar een dag niet douchen, daar ga je echt niet dood aan. En dan de andere dag, voordat ze naar school gaat, gaat ze toch douchen. Dus. En je trekt schone kleren aan. Dus. En je zit de hele dag in je pyjama. En die pyjama die gaat in de wasmachine. Dus we hebben het nou over. En dan ben je helemaal rustig. Hè? Oh man. Had ik eindelijk mijn dochter weer terug. En kijk, zo ken ik dat meisje. En dan ging ze dinsdag de deur uit. En ja, dan ging er een heel leuk, blij, vrolijk, rustig meisje bij mij weg. En dan vond ik het eigenlijk wel jammer. Ik denk, ja, daar gaan ze weer. En dan een week later, dan kon ik weer van voren af aan beginnen. En net als op mijn werk, waar je dan smiddags de deur uit gaat, is alles hartstikke netjes. Dan komt de volgende ochtend terug en dan heeft Piet een ongelukje gehad op zijn toilet. En dan zit er ontlasting tegen de deurpost. Ja, dan ga ik weer overnieuw beginnen. Kijk, bij mijn werk is dat logisch. Dat hoort er gewoon bij. Vind ik hartstikke normaal. Maar op zo'n moment met je kind, om daar die chaos uit te krijgen. En bij die moeder krijg je dan die chaos weer terug. Oh, papa heeft al je mooie ordelijk bij jou. Nou, dan gaan we even beginnen met chaos, hoor. En dan denk ik, hoe krijg je dat nou voor elkaar om haar vaker hier te krijgen? Want ze is zo druk. En nou dacht ik het volgende. En dan moet je zelf eens ook over nadenken. Ik heb die kamer over, want mijn dochter die woont nu op kamers. En die is 20. Dus het is logisch dat ze daar niet meer woont. Dat zou ik ook niet willen. En dan komt ze dan echt helemaal niet meer. Dat vind ik logisch. Best. En die kamer, dat is nu een logeerkamer geworden. En daar staat haar oude tweepersoonsbed. Wat zij toen heeft gescoord via Marktplaats. Heel mooi ding hoor, daar niet van. Maar er slaapt dus geen hond in. Het ding staat er nu al bijna een jaar helemaal keurig. Er heeft nog nooit iemand geslapen. Dus dat is een beetje overdreven. En het bed is goed te demonteren, dus ik ga er een paar foto's van maken. Dan ga ik hem helemaal demonteren en dan gaat de boel op Marktplaats. Voor mij poot inclusief matras. En dan ben ik natuurlijk een slaapplaats kwijt voor een gast. Maar ja, ik heb van die kampeermatjes. En voor een nachtje is dat best te doen. Dus dan heb ik in ieder geval de primaire slaapbehoefte van een gast, die is dan ook gedekt. En later kan ik dan gaan denken aan, wat heb je er meer, opblazen dingetje, een stretcherachtig ding, of misschien een opklapbed. Dat zien we wel. Maar eerst dat grote ding er maar eens uit. En die kamer, die ligt op het oosten. Nou, wel wat bebouwing in de omgeving. En ik zit op de derde verdieping. Dus er komt redelijk wat zon naar binnen. Niet overdreven veel, maar redelijk. Die gordijnen, die kunnen wat mij betreft weg. Heb je wel weer als je dan een slaper hebt, wat je dan doet. Misschien daar een soort rolgordijn voor in de plaats. Want die gordijnen op zichzelf houden licht tegen, altijd. En ze hangen en ze worden vies. En die kunnen wat mij betreft weg. Want wat ik nou bedacht, ik ga daar een stellage in elkaar knutselen. En dan zet ik allemaal planten op. En dan geen kamerplanten, maar planten waar je wat aan hebt. Peper, tomaat, koriander. Maar die is moeilijk. Maar alles is te proberen.
gember. Salie. Peterselie. Zeg maar. En dan ben ik gaan speuren op internet. Want dan moet je gaan bijlichten. Dat kan niet anders. Anders wordt het een drama. Het is een leuke kamer. Het is voor een mens echt licht genoeg. Maar niet voor een plant. Voor een kamerplant licht genoeg. Maar niet voor een groeiplant. Dus dan moet je gaan bijlichten. En dat kan tegenwoordig met ledlampen. Kijk, nu gaan we leuke dingen doen. Ledlampen zijn helemaal niet duur. En als ik een ledlamp... Ik heb even een rekensommetje gemaakt. Even een sheetje erbij pakken hoor. Recente bestanden, thuiswerkkosten. Als ik 100 watt bijlicht en dan voor 8 uur per dag. Maar dat is een beetje aan de krappe kant. Nou, laten we zeggen 16 uur per dag. 12 uur. Voor 12 uur per dag. En ik ga 100 watt consumeren aan stroom. Dan krijg je met LED krijg je heel veel licht. En dat kost mij dan €7,21 in de maand. Kijk, maar dit zijn leuke dingen doen. Want €7,21 in de maand, dat kan iemand met mijn inkomen, dat kan ik wel missen. Ik leef ongeveer van dat bedrag per dag. En ik heb al een heel klein beetje ruimte. En straks is het gedoe met die belastingdienst is voorbij. Dus dan krijg ik beduidend wat meer. Misschien wel 100, €200 in de maand meer. Nou, dan kan die 7,21 kan er makkelijk vanaf. Dan heb ik 100 watt zonlicht. En dan moet je gaan speuren naar de juiste lampen. En dan kan je van die dingen kopen voor de echte teler. Gewoon, nu ook voor wiettelers natuurlijk, maar ook voor de glas- en tuinbouw. Die werken er ook mee. Maar dat zijn dan van die zware, industriële, rotsvaste systemen. En dat hebben mensen zoals jij en ik niet nodig. Dus wat je nodig hebt is in elk geval een plank voor je raam. Dat is wat ik momenteel zie als de eerste die gaat komen. En daarboven knutsel ik dan 3 fittingen. Gewone losse fittingen kosten nog geen €2 per stuk. Heb je zo'n losse fitting? En dan heb je wat stroomdraad nodig. En je moet wat hout hebben om iets van een dingetje te maken. Of ik hang het aan het plafond, dat ik daar nog een gaatje bij boor. En dan heb ik 2 touwtjes aan het plafond, hang ik ze daaraan. Gewoon 3 ledlampjes op een rijtje. En dat ik hem hoger en lager kan zetten. En dan op die tafel allemaal kleine plantjes. Gaan we kijken wat er gaat groeien. Ik ben al begonnen met Spaanse peper. Zo'n Spaanse peper van de toko. Heb ik even opengesneden en dan 6 pitjes eruit gehaald. In de aarde gestopt en die doe je dan onder een heel klein laagje aarde eroverheen. En dit kan je allemaal vinden op internet, hè? Hoe je dat doet. Heel veel jolige mannen, by the way. Alleen maar mannen, maar ja, maakt niet uit. En die mannen doen het dan voor. Want kijk, moet je zo doen. Nou, de volgende wordt, denk ik, basilicum. Want die is heel makkelijk te, noem je dat dan? Stekken. Dus je koopt een pot basilicum bij de Albert Heijn. En dan de buitenste grote bladeren, die haal je eraf. Moet je even kijken op internet hoe dat moet. Op een bepaalde manier moet je die knippen.
Dan heb je precies het goede stukje. En dat moet in het water. En dan komen er worteltjes aan. En dan doe je hem in de grond. En dan gaat hij onder de lamp. En dat proces van je laat hem groeien. Je knipt de volwassen bladeren eraf. Daar maak je weer een stek van. En dan die onderkant groeit gewoon door. Dat proces kan je blijven herhalen. Net zolang als dat je leeft. En die plant ook. Die plant is er helemaal op gebouwd. Heb ik altijd basilicum. Nou, dat wil ik ook met peterselie en selderij. En misschien wel een maggieplant. Waarom niet? Je kan ook denken aan van die groene uitjes. Echt van alles. Als je maar potten hebt. Nou, en potten, ook, gewoon leuke dingen doen. Over simpele dingen nadenken. Met die potten. Dan kan je gaan voor een stenen pot. Een aardewerkpot. Met leuke kleuren. Maar die is hartstikke duur. Wat je ook hebt bij de Action. En bij het plantencentrum. Is dat je plastic potten koopt. En dan ga je voor de allerlaagste kwaliteit, heel dun plastic, maakt niet uit. Je gaat toch geen bal houden in zo'n kamer. Je moet er voorzichtig mee zijn. En gewoon zo'n plastic pot met een gat in de bodem. Dat moet. Er moet een gat in de bodem zitten. En hij staat op een schotel. En dan moet je al die schotels kopen. En als je daar geen zin in hebt, dan heb ik al bedacht dat ik het zo ga doen. Ik maak op die tafel van mijn dochter die voor het raam gaat staan, maak ik een soort raamwerkje en daarin doe ik dik plastic, denk ik, dat ik het zo doe. En dan is dat de grote schotel waar allemaal kleine potjes in komen te staan. En die kunnen dus allemaal makkelijk een beetje water krijgen van de onderkant ook. En hun water kwijt, als er te veel water aan de bovenkant ingekomen is. Leuk, hè? En als dan de eerste planten groter beginnen te worden, dan ga ik dieper in de kamer, ga ik een tweede sectie bouwen, waar dan de grotere planten komen te staan en daar ook weer een batterijlamp boven. Want ik begin in eerste instantie met 3 ledjes, maar dat is nog geen 100 watt. Ik weet niet hoeveel leds, een led verbruikt niet zoveel. Misschien 10 watt, dus zit ik nou op 30 watt als ik 3 lampjes heb. Nou, dan kan ik nog 7 lampjes bij of zo, hè? En die kan ik dan boven de grote installatie hangen. Installatie hangen. En dan wat leuke materialen erin. Dan moet er iets van een soort tafel in komen waar je kan gaan stekken en kan gaan rommelen met je dingensmateriaal. Een goede plantengieter. Ik heb nou zo'n heel klein stom dingetje. Dat is goed genoeg voor nu, maar is toch dadelijk, hè? En ik zit ook te denken om misschien een automatische, moet denk ik te doen zijn, hoor, een waterverstuiver. Maar dan moet ik nog even opzoeken op internet, hoe je daaraan komt. En anders koop ik ergens tweedehands, kan je misschien wel vinden. En wat je nodig hebt is een timer. En die zag ik net op internet voor €3,99. Heb je een normale analoge timer. Doe je een stopcontact, zelf is het ook een stopcontact, en je stelt in van hoe laat tot hoe laat er stroom komt uit dat stopcontact. Nou, dat is wat je nodig hebt. S'morgens om 6 uur moet de lamp aan en 's avonds om 6 uur moet de lamp uit. Of om 8 uur moet die uit, wat je maar wil. Dat lijkt me zo leuk. En dan heb ik daar een soort projectje lopen. En eens kijken of mijn dochter dat wat vindt. Want zo'n plek, als er straks al die planten in staan, wordt het ook een lekkere plek om te gaan zitten. Ja of nee? Kan ze daar gaan vertoeven met een kopje thee tussen de planten. Lekker rustig bij papa. Je weet wel, die plek waar nooit wat gebeurt. Het lijkt de hemel wel. Nou, zo denk ik nu. En over dat thuiskweken, dat zou iedereen moeten doen.
Het zou het beste zijn in steden, waar dat niet zo gebruikelijk is, dat iedereen dat gaat doen. Het zou ook een heel goed idee zijn dat mevrouw van der Driessen van 16a, die verdiept zich in Bieslook. En mevrouw Gerritsen van daaronder op 3C, die doet uitsluitend basilicum. En als je met z'n allen in een flatgebouw woont van 200 mensen, ja, dan is de basilicum van mevrouw Gerritsen, ja, die wordt dan goed gegeten. En dat scheelt je dan toch weer aan kosten in de supermarkt. Ook aangezien er in de supermarkt niet altijd verse basilicum is. En iets als salie, dat kan je in de supermarkt niet halen. Dus wil jij lekkere soep gaan maken, heb je toevallig wat salie nodig. Als iedereen dat thuis kweekt, dan heb je straks een appje. Dan kun je zeggen, als je ergens nieuw bent in een wijk, dan doe je salie kopen en dan krijg je gelijk het adres. Dan moet je daar zijn. Dan moet je even een boodschapje sturen of je langs mag komen en dan krijg jij een bosje salie mee. Waarom niet? Pepers, dat gaat er uitstekend. Paprika, tomaten. Als je de ruimte hebt voor tomaten, dat gaat goed hoor. En tomaat groeit ontzettend makkelijk hier in Nederland. En zo'n beregening, dus als ik die kamer bij mijn dochter, dat is dan dus binnen. En dan moet je je vochtgehalte in de gaten houden. En dat biedt je ook de mogelijkheid om dat vochtgehalte lekker op te drijven. Dat vinden planten lekker. Planten houden van vocht. Als jij in een kas, als je in de Hortus Botanicus komt, daar in Amsterdam. Als je dan die deur open doet en je stapt zo'n kas in, dan slaat de hitte, maar dat is vooral de waterdamp, die slaat je tegemoet. Heel vochtig is het daar. Daar is over nagedacht. En dat moet ik dan ook gaan doen. Dat is ook een reden waarom die gordijnen er eigenlijk uit moeten. Die zullen dat vocht absorberen. En ja, ze zijn van kunststof, maar dan nog. En zo kan een iedere dat doen, hè? En je kan natuurlijk ook in je keukenvenster een potje zetten wat een beetje in de zon staat. Maar je merkt het wel, als je basilicum koopt in de winkel en je zet het dan op een schoteltje in de vensterbank, daar blijft niet veel van over. Nee, want hij krijgt waarschijnlijk te weinig licht. Daarvoor moet je bijlichten. En dat doe je dus met ledlampen. En dan praat je over kosten à la 7 euro in de maand. Leuk toch? En dan zag ik ook, dat verbaasde mij, gember kan je ook zo'n stuk, het is eigenlijk geen wortel, het is een soort tak. Wat je koopt hè, van de gember, die knollenachtige dingen, die kan je in de grond stoppen. Laagje aarde eroverheen, een beetje water, wachten. En dan groeit de gember uit. En zelfs dat blad is lekker. Dat blad kan je ook meekoken. In een soep of wat dan ook. Misschien dat ik op termijn ook wel bamboespruiten, bamboe zou kunnen kweken. Als je dat een beetje leert. Bamboe vind ik erg lekker. En in de supermarkt kan je het kopen in blik. En dat moet je niet doen, want dat stinkt. Geloof me dan maar. Zelfs de Aziatische mensen zeggen, koop geen bamboe uit blik, want het stinkt. En dan heb je het alternatief dat je ingevroren bamboe koopt. Dan moet ik nog uitzoeken of het überhaupt kan, maar volgens mij zou ik bamboe moeten kunnen laten groeien in zo'n omgeving. Dan heb ik verse bamboe. Man. En jij dus ook. Het is zo simpel. Ik moet aan denken dat mijn
mijn schoonouders die hadden een vrijstaand huis en een tuin rondom. En die hadden dan ergens een tomatenkastje staan. En dat was totaal verwilderd. Dat was echt helemaal niks. Ja, dat is niet leuk. Dat is geen leuke dingen doen. Dan kan je beter dat kastje slopen en verkopen op Marktplaats. En zo'n tuinkast in je tuin zetten, dat is weer een heel gedoe. Dat kost je nog een hoop geld ook. En op de manier die ik nu aanpak, heb je punt 1 geen tuin nodig. Alleen maar een kamer die je over hebt. En je kan het ook in je woonkamer doen. Wat is dat nou? Waarom niet? Zit ik een beetje met dat vochtgehalte, maar... Misschien niet alle groeiende planten hebben zoveel vocht nodig. Dan kan je het lekker in je woonkamer hebben. Het zal best wel decoratief eruit gaan zien. Ik zie het wel voor me hoor, zo'n hele bos met basilicum. Dan hang ik een briefje op hier in mijn portiek. Als er iemand een basilicum nodig heeft of whatever, dan moet je me even aanbellen. En dan krijg je wat van me. En ja, wat krijg je dan zelf voor zoiets? Ja, daar moet je niet zo druk over maken in het begin. Dat de mensen die het vaker bij je komen voor een bosje basilicum, die gaan uiteindelijk wel zeggen, hier heb je een euro of zo. Waarom niet? Je hebt zo'n systeem hier in Nederland ook. En dat heet Local Exchange and Trading System, LETS. Nou word je lid van een LETS. En dan verkoop je het binnen die LETS. Dat werkt ook. En de Belastingdienst... die heeft beloofd... dat ze het toestaan. Dat ze er niets aan zullen doen. Dus wij mogen handelen onderling van de Belastingdienst. Weten veel mensen niet. Maar het mag, echt. Het idee is alleen, of de beperking is alleen, dat de totale activiteit uitgedrukt in euro's, want dat is altijd te doen natuurlijk, en die mag de 1% van de totale economische activiteit in euro's niet overstijgen. Dus daar moeten we onder blijven. Maar momenteel met het letsen in Nederland is dat niet 1% van de economie. Nee, ben jij maf. Het is 0,0000001% van de economie. En meer niet. Dus letsen in Nederland, dat mag nog een factor 10.000, 100.000 gaan groeien. Voordat de Belastingdienst misschien nog een ander idee krijgt. En het enige wat ze kunnen zeggen is, ja, we willen toch belasting. We willen toch een deel van jullie toegevoegde waarde hebben. Dat zouden ze kunnen zeggen. En dat zien we dan wel weer. Het is nu al duidelijk dat het idee dat je in Nederland... Word je geboren, dan ben je braaf op school, dan krijg je een diploma en dan ga je de grote wijde wereld in en dan leer je een meisje kennen of een jongen en dan ga je samenwonen en een van beide of allebei heeft een toffe baan en dan krijg je een leuk pensioen en dan ga je lange reizen maken en als je komt te overlijden dan is het huis van de ouders voor de kinderen. Dat is meestal dan het meest perfecte leven wat wij ons zo voor ogen hebben. Hè? Nou, dat zou ik vergeten. Met name die factor dat eigen huis. De economie die krijgt door deze coronamaatregelen, en de maatregelen staan helemaal nergens op, dus totale paniek om niks. Maar die maatregelen die getroffen worden, die zullen rampzalige gevolgen hebben voor de economie.
Als hier de economie geen dreun van krijgt, nou, dan snap ik het hele vak economie niet. En wat moeten we dan gaan doen? Ja, dit bijvoorbeeld. Thuis kweken van je groenten en je kruiden. Ben je lekker mee bezig? Dat is heel positief. Zo denk ik ook dat er ruimte gaat komen voor de creatieve beroepen. In diezelfde handelssfeer van de lets. Mensen zullen veel vrije tijd krijgen. Omdat ze geen werk hebben. Door de werkeloosheid dus. En dan wil je met z'n allen, dat iedereen in die vrije tijd wel wat leuks gaat doen. En niet alleen maar naar Netflix gaat kijken. En creatief bezig zijn is daar een hele goede voor. Toch? En dat creatief bezig zijn van mensen begeleiden, dat zal ook weer een kunst worden. Dat je bij jou terecht kan voor, zeg het maar, een middagje kleien of zo. Gaan we asbakken maken. Voor die tabakpatiënten die niet meer mogen roken. Om ze te pesten. Kijk, vroeger hadden we een asbak. En die zagen er zo uit. Oh, maar nou mag je niet meer roken. Ja, leuk hè, zo'n asbak. Ja, ik heb er geen last van, want ik heb nooit gerookt. Ik vind het wel handig om een paperclip in te leggen, wat jij. Oh, 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 oh. Ja, je moet er het zonnig inzien hoor. Echt gaan nadenken over wat we met onze vrije tijd gaan doen. Zo goedkoop mogelijk eten. Ja, en al die stomme vakanties naar verre orde, dat zullen we voorlopig denk ik niet kunnen doen. Want alhoewel ze nog steeds geen belasting heffen op kerosine, ik vraag me af waarom niet, maar kerosine, daar hoeft dus kennelijk geen accijns over, geen btw, want dat is kerosine. En dat is iets anders dan benzine. Ja, je kan een auto ook op kerosine laten draaien, maar dat mag dan weer niet, want dan zitten we niet goed met de belastingen. Oh, wat een stelletje kleuters zijn er toch daarboven. Maar goed, die vakanties waren al ontzettend duur. Zeg maar zelf. Maar die mogen dan niet meer. En dat is helemaal niet erg. Zo dadelijk kan mijn dochter een paar dagen verblijven in een groente- en tuinkas. Kan ze kijken hoe de boel groeit. En dan kan ze nog een beetje helpen ook. En ik dacht, als het nou lukt, hè, en ze komt een keer slapen. Tegen die tijd ga ik ervoor zorgen dat er op die kamer ook een waterkoker staat en een koelkastje. Zo'n klein marktplaats, we moeten er vanaf, ding. Zo'n ding wat bijna niets verbruikt. Dan heeft ze toch alles. Dan moet ergens nog een kastje komen voor wat bordjes, hebben kopjes, hebben kommetjes. En ja, dan kan ze er ook gaan zitten met een vriendin. Moet een soort zithoekje maken dan. Nou, daar kom ik wel uit. Nog wat andere spullen in die kamer die dan wel weg kunnen. Kijk, en dat zijn leuke dingen om te doen. Hè? Je oude spullen hebt. En die heb je eigenlijk alleen maar omdat je ze altijd al had. En je kan je niet meer herinneren dat je ze niet had. En dus daarom heb je ze maar. Maar waarom heb je ze eigenlijk? Doe je er wat mee? Best wel in jouw omgeving. Dat geldt voor ieder mens. Dat er spullen zijn waarvan je eerlijk moet zeggen, ja, ik doe er helemaal niks mee. Moet je moven. Weg ermee. Het wegdoen van oude spullen, dat maakt ruimte voor nieuwe spullen.
En dan ben je een keer bij iemand en die zegt dan ook, oh, die kasten, oh, die ligt rotkast hoor, ik heb er helemaal niks meer aan, ik doe hem weg. En dat jij dan denkt, oh, nou, maar zo'n kast. Want ik heb zelf had ik ook zo'n rotkast en die heb ik weggedaan, maar deze kast is voor mij geen rotkast, dat is precies wat ik nodig heb. Dan heb je toch die kast. Maar als je die oude kast niet had weggedaan en die kon je bij zo'n andere en dan zie je zo'n kast waar je denkt, ja, die is wel handig. Maar ja, dan heb je dat oude ding nog. En dan denk je, ja, dan moet ik eerst dat oude ding wegdoen en dan die nieuwe erbij en dan laat maar zitten. Dat krijg je dan. Terwijl als je nou je oude spullen dumpt en dan zit je maar tijdelijk even zonder kast en je red je wel. Maar in ieder geval die onhandige kast is weg. Nou, dan is er weer ruimte voor een nieuwe kast. En als je dan ergens tegenaan loopt, en dat doe je heus. We zijn hier met bijna 20 miljoen mensen. Ik weet niet hoeveel kasten. Die gaan allemaal half kapot. Dat is voldoende relatie, hoor. Ik denk dat we dat soort tijden gaan krijgen. En ik denk dat het heel erg leuk wordt. Heel erg terug naar de essentie van ons bestaan. Namelijk dat wij blij dienen te zijn met de plantjes en de bloemetjes en het eten. En een huisdier als je dat hebt, als je dat leuk vindt. En je buren en je buurt. En dat soort dingen. En je hobby's. En voor de rest kan iedereen je rug op. Oh ja, een eervol leven. Dus als jij groenten kweekt en dinges, heb je waarschijnlijk meer dan je zelf op kan. Maar dat geef je natuurlijk weg. Wat is dat nou? Het is belachelijk om dat weg te gooien. Zo ga je leven. Dat is verstandig. Dat basisinkomen waar ze nu al een tijdje over spreken, ik denk dat dat gaat komen. En dan zal een heel groot deel van de Nederlandse burgerij moeten gaan manoeuvreren op dezelfde kleine postzegel qua financiën als dat ik dat nu doe. Maar dat kan wel. Wat is dat nou? Ja, over leuke dingen doen. Ik heb zo'n schuurtje hier beneden, zo'n box. En het stond vol met allemaal troep. En dat is allemaal weg. Dus dat probleem is opgelost. En nu heb ik een schuurtje of een box. En die is eigenlijk helemaal leeg. En daar kunnen wel een paar planken in. Nou, en ik heb al gekeken op internet. Dat je zakken rijst kan kopen van 20 kilo. En dan betaal je echt heel weinig per kilo. Ja, rijst bederft niet. Gedroogde bonen, idem dito. Gedroogde linzen, tuurlijk. En dan koop je die grote verpakkingen. En dan laat je dat één keer in een batch laat je dat thuis bezorgen. Voor mij door een groothandel. Dan moet je maar kijken hoe je dat doet. Je kan ook even aanschurken met zo'n droevige Turk. Of zo'n bezorgde Irakees met zo'n winkeltje. Dan moet je het even tegen die man zeggen. Ik wil graag dat en dat en dat en dat en dat. Dat was zoveel kilo bij elkaar en kun jij dat voor me regelen? En dan kan hij dan misschien niet bij je thuis bezorgen, maar dat is dan weer het andere ding. Maar die weten de adresjes wel. En dan pik je zelf een marsje van heel weinig. En nou, die normaal is voor hem. Hij maakt er een leuk handeltje van. Dan heb jij heel goedkoop je linzen of je kikkererwten of je zeg het maar. En dat is houdbaar tot in den eeuwigheid. Dat is toch leuk, of niet? Ook zo'n ding is olie. En als je olie, mensen, je verbruikt een hoop olie koken om te koken dan, hè? En als je het hebt over olijfolie, dan, ja. Ik gebruik olijfolie voor bijzondere dingen. En ik bak er nooit in. Moet ik je zeggen. Soms als ik. Ja, soms. En dan doe je een heel laag vuurtje. Dan gaat die smaak kapot.
Je hebt ook genoeg gerechten waarbij je wil frituren in 180 graden. Of je nou in een frituurpan doet of in een gewone koekenpan, dat maakt niet uit. Maar waar die olie heel heet wordt. Bijvoorbeeld om aardappels te bakken. Een goede scheut olie. Nou, die olie bedoel ik. Daar kan je makkelijk, daar kan je dan iedere keer een flesje kopen. Maar je kan ook zeggen, ik koop een fles van 10 liter. Waarom niet? Zet je in je schuurtje. Ik ga dat denk ik doen. Ik zag laatst, ik ga afsluiten hoor. Maar over leuke dingen doen. Hè? Ik heb een wok. Voor een habbekrats gekocht. Jaren geleden. Zo'n ding gaat niet kapot. En die moet je een beetje onderhouden. Maar dat is helemaal niet moeilijk. Nou, dan heb ik bij de Albert Heijn. Daar was de olie in de aanbieding. Voor 1 euro de liter. Zo ongeveer kilo. Nee, is niet ongeveer kilo. Maar 1 euro de liter. Dat is goedkoop. En ik daar een hele stapel flessen van gehaald. Stukken 5 of zo. En toen zag ik op internet zo'n Chinese, Aziatische dame. En die spreekt dan van de Hatsafrats Nederlands. Maar je kan er wel verstaan. En die kwam met de volgende tip. Goed opletten nou. Je neemt zo'n fles met olie, of wat je nodig hebt. Je moet zo'n fles hebben met olie. In zo'n plastic fles met zo'n doppie. Je hebt een trechter nodig. En je hebt een filter nodig. Een zeef heb je nodig. Nou, en hoe werkt het dan? Oh ja, wat je moet hebben is uien, zoveel je wil. Gember, zoveel je wil. En knoflook, zoveel je wil. En dan doe je de gember en de ui en de knoflook. Die snij je in ruwe stukken. De gember misschien wat fijner. De knoflook hoef je niet of nauwelijks te snijden. Ja, een beetje pletten, een beetje hakken. Maakt niet uit. En die ui, daar haal je de schil van de buitenkant haal je eraf. Zou bij de knoflook niet doen, dat is zo gehannes. Maar kan je bij je knoflook ook doen, dat is veel werk. Hoeft niet. En dan die ui, gewoon lekker in ruwe stukken. Gewoon die schil van de ui eraf. Voor de rest gewoon ruwe stukken. En zoveel als je wil. En dan doe je die hele liter in een wok. Als je geen wok hebt, moet je wok kopen. Wil je in die wok. Dan gooi je alles erin wat je hebt. Dus die uien, die knoflook en die gember. En dan ga je het hele boertje op een behoorlijk vuurtje lekker doorraggen. Totdat het te bruin wordt. Maar doorbakken, doorfrituren, totdat die ui bruin wordt. En dan is het feest over. En dan moet je de boel filtreren. En die olie, die doe je met behulp van die trechter, die gefiltreerde olie, terug in die plastic fles. En met een filtstift schrijf je op die fles dat het die fles is. Ik heb erop geschreven guk. Gember, uien, knoflook. Maar je kan ook kug erop zetten natuurlijk. Of UKG. Maar dat spreekt niet uit. En als je dan een eitje gaat bakken of whatever. Dan gebruik je een scheutje van die olie. Geniaal. Echt geniaal. Zo simpel. Je bent 10 minuten bezig. Een kwartiertje bezig. En dan heb je een liter met olie en die ruikt lekker, joh. Als je die in de pan doet, hè. Ja, die ruikt al lekker in de fles, maar die ruikt nog lekkerder in de pan. Daar kan je van alles in bakken. Door gember, uien en knoflook, die melange, kan je altijd mee beginnen. Dan kan je nog alle kanten op. Dan kan je nog naar de curry toe, dan kan je nog naar de tomaat toe, dan kan de paprika kant kan je uit, ja. Oh, wat een goede tip was dat. Want het is niet alleen een goede tip. Het is ook een tip waar het niet gaat om euro's. Het is heel goedkoop. En dat wordt leuk voor ons de komende tijd. Dat wij op zoek gaan naar lekker eten wat goedkoop is.
Ja, ja. Dat is toch waardevol, hè? En makkelijk te onthouden. En die groeidingen, die groeilampen, groeisets, toestanden, moet je eens op internet gaan kijken hoe je nou een goede lamp uitzoekt. Dat is best nog een puzzel. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik zou ook kijken naar de prijs van die dingen. Wat belangrijk is, is dat die lamp heel veel blauw en ultraviolet ook nog een beetje. En heel veel rood. En ook een beetje infrarood. Maar dat laatste hoeft niet echt. Het moet een koud witte lamp zijn. Met een hoge kleurtemperatuur. Maar er moet ook rood in zitten. Dus hij moet niet blauw zijn. Hij moet wit zijn. Dan weet je dat er ook rood in zit. In zo'n lamp, als je wit licht hebt, dat bestaat uit drie kleuren. Dat is rood, groen en blauw. En het groene stuk van het spectrum wat uit die lamp komt, ja, dat is voor nop. Dat absorbeert een plant niet. En daarom is een plant zelf ook groen, omdat al het groene licht er komt terug. Maar alles wat niet groen is, dus blauw of rood, meer basiskleuren heb je niet. Dat wordt geabsorbeerd door die plant. Heb je wat geleerd? En heb je nog je bemestingsstoffen? Mwah. Ook daarvoor geldt, als je dan naar thuiskweken gaat, dan koop je niet zo'n heel klein mini flesje. Dat is veel te duur. Nee joh, dan koop je gewoon zo'n lekkere grote fles. Een kanister. Een jerrycan of zo. Dit kost het allemaal niks. En ben je met z'n drieën of met z'n vieren, dan koop je echt zo'n hele grote joekel. En die schenk je dan over in vier kleinere eenheden. En die neemt iedereen mee naar huis. Kunnen we weer even voort. Ja, toch? En je kan ook gaan denken, dat is helemaal niet zo gek, om tabak te gaan kweken. Waarom niet? Tabak is een hele mooie plant. Serieus. Hele mooie grote bladeren. En hij groeit goed in Nederland, hoor. En zeker als je bij ligt. Het wordt wel groot, maar... Nou, ah. En hoe je die tabak dan verder moet drogen... Ja, zo moeilijk zal dat niet zijn, denk ik. Toch? Een beetje voorzichtig knippen, ophangen en... Dat kan dus niet in de kast, want daar is het dan de kastkamer, want daar is het te vochtig. Maar in de woonkamer of zo, op de gang, mag jou dan. En als die bladeren droog zijn, dan is het een kwestie van kleine stukjes van maken en dan draai je er een checkje van. Heb jij je eigen eco-tabak? Huh? Ja. Ik word er allemaal leuke dingen gaan doen. Ik doe het, die hoeft niet per se mee te doen. Maar als jij het leuk vindt om helemaal niks te doen, dan ga je gewoon niks doen op een hele leuke manier. Maar dit zie ik wel zitten als een leuke manier van mijn eigen. Ik ga zo dadelijk ook even naar de Action lopen, want de Action, er is zo'n winkel en die is seizoensgerelateerd, hè, met een groot deel van het aanbod. En in deze periode hebben ze allemaal spulletjes voor... Ja, voor de plantengroei. Ik ga even kijken wat ze er allemaal nu hebben. En hoe belachelijk weinig het kost. Dan krijg ik weer een leuk gevoel van. En tegen jullie zeg ik op zijn naam burgers. Tjus. En dag lieve mensen die leuke dingen doen.